Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er zijn. Oprecht, betrokken, het beste voor hebben met Nederland. Ik vind dat mensen gewoon mogen worden wat ze zelf willen. Ik wil graag zorgeloos kunnen studeren. Ik maak me zorgen over het klimaat. En wie doet meer daarvoor dan wie dan ook? Wie weet er meer van? Wie heeft er meer voor gedaan dan wie ook? Dat is Rob Jetten. Onze eerste klimaatminister. Rob Jetten heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. Dat is niet waar. Dat het kabinet 1000 dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt. Voor het eerst de klimaatdoelen van Nederland zijn binnen bereik. En dat is omdat we de allereerste minister voor Klimaat en Energie hadden die wat heeft gedaan. Welke springplank bieden we nou mensen om wat van hun leven te maken? En dan gaat het in Nederland uiteindelijk om de vraag, staat er 5 dagen in de week een goede docent voor jouw klas? Krijg je een warme lunch zodat je niet op een lege maag hoeft te leren? Wij zijn ook een partij die positief in het leven staat. Wij geloven dat de toekomst beter kan worden als je met het onderwijs durft te investeren in de kwaliteiten van mensen. En als je uiteindelijk ook vecht voor onze democratische rechtsstaat, dat je niet wordt beoordeeld op je naam, op je kleur of je geloof. Maar dat iedereen in het land mag meedoen. Met veel energie, passie en kennis laat Rob Jetten zien klaar te zijn de progressieve kar te trekken. Hij doet het elke dag. Zijn mogelijke kiezers beoordelen hem deze week als deskundiger. Politicus waar ik graag een beschuitje mee zou willen eten. Misschien toch Rob Jetten. Ik kan het haast niet uit mijn bek krijgen. Die Jetten wordt steeds beter. Zo! Ja. Dus ik zeg tegen iedereen, kom maar op. Dank jullie wel.